Hulpdiensten hebben zondagavond een hond gered uit de Wilhelminahaven. Dat is het water achter de meubelboulevard langs de Mijlweg. De hond sprong tijdens het uitlaten over een stenen rand zo het water in. Omdat het water een stuk onder de kade doorloopt, was het beestje voor de eigenaar niet meer te bereiken. Het dier is gered met een reddingsboot. De dierenambulance stond klaar, maar de hond is niet gewond geraakt.